Dus ik ben Jan de Schijne, dichter, kom uit Oostende, woon al 13 jaar in Brussel. Ik ben hier in de hoedanigheid van frontman van Noodzakelijk Kwaad, een kwartet waarvan ik dus de dichter ben en het grote geluk heb met drie topmuzikanten te mogen samenspelen. Teuk Henry op gitaar, Frank P. op drums en Jeff Mercelis op de korg. Ja, waar heb ik de inspiratie vandaan gehaald voor de performance uit de ruimte hier? Dus het is nogal een redelijk spectaculaire plaats. Er waren ook een aantal richtlijnen van ja, het moet een beetje daarover gaan of daarover. Ik heb mij daar niet zoveel van aangetrokken. En dan heb ik een gedicht geschreven met de titel Laat de planeten ons vergeten. Het is een zeer opgewekt gedicht over het einde van de wereld. Ja. De eerste indruk als ik de ruimte binnenwandelde is dat het nog niet veranderd is ten opzichte van de vorige keer dat ik hier geweest ben. Maar het is nog altijd een even spectaculaire plaats in de zin van dus een ronde koepel waar men straks dan zal op projecteren. En dat is redelijk geweldig. En daarom heb ik ook mijn kinderen, die 8 zijn, op de guestlist gezet, samen met een mama weliswaar. Omdat ik denk van, wauw, dat is toch wel spectaculair, dat planetarium van Brussel. Voor de ervaring, voor de ruimte, en daarmee bedoel ik de ruimte in zijn geheel. Dus we zien hier sterren en planeten geprojecteerd, maar het geeft je ook het gevoel dat je echt in de ruimte zit. Dus fantastisch. Space, the final frontier.